Jazeker wil ik me voorstellen. Mijn naam is Sjoerd Rijmer. Ik ben 34 jaar. Ik ben nu 3 jaar werkzaam bij Secon Logistics. En momenteel in functie als operations manager overseas. Wat is mijn achtergrond en wat houdt mijn functie in? Ja, ik heb zelf eigenlijk, ik zit al mijn hele werkende leven in de logistiek. Wat noem je werkende leven op je 34ste? Ik ben mijn 19e ben ik stage gelopen bij Secon Logistics. Uiteindelijk ben ik daar ook blijven plakken op de import over zee. Ik heb daar mijn hbo-studie gevolgd. En uiteindelijk ben ik even een paar jaartjes weg geweest aan de andere kant van de lijn gezeten. Maar toen weer teruggekomen op het oude nest, bij Secon Logistics op de overzeeafdeling. Ja, nou weer 3 jaar werkzaam en nu als operations manager overseas. Nou, wat betekent dat in de praktijk? Wij zijn eigenlijk gewoon de specialisten in de omgeving Venlo. Kijk eens de fantastische locatie waar we staan. Hè? Ik durfde wel dat niemand in de omgeving dat zo uitvoert zoals wij dat doen. Hè? Hybert is in 1985 gestart, hij heeft de haven naar het achterland verplaatst. De barge-terminal hebben we in Venlo, we hebben een rail-terminal in Venlo. En met ons kennis, met onze kennis en specialisten in huis, dan zijn wij gewoon de beste waar je moet zijn. De samenwerking met de douane is natuurlijk een hele belangrijke pijler in onze keten. We hebben een eigen afdeling, douaneafdeling met alleen maar de beste specialisten. En we zijn zelfs AIO gecertificeerd en voor de douane preferred supplier. Dus dat wil gewoon zeggen dat wij de zaken goed op orde hebben. Ja, hoe maakt Secon het verschil voor de klant? Ja, ik heb het net al gezegd, wij zijn eigenlijk gewoon de specialisten hier in de regio. Kijk, een container van A naar B brengen, dat kan eigenlijk iedereen. Maar wat maakt ons onderscheidend? Ja, ik heb het straks gezegd, de locatie waar we zitten, dat is gewoon fantastisch. We hebben een eigen barge terminal, we hebben een eigen rail terminal. Maar ook met de kennis en know-how gaan wij met de klant aan tafel zetten. Want uiteindelijk is logistiek alleen is logistiek maatwerk. Hè? Dus wij gaan met de klant aan tafel zetten en we gaan een hele blueprint uitwerken van ja, hoe kunnen wij het voor jullie nou beter maken? En dat kunnen wij in de hele keten, kunnen we de klant erin ontzorgen. Ja, het leukste aan het werken bij Secon vind ik toch dat wij, we zijn eigenlijk allemaal ondernemers. En iedereen mag zich daarin ontwikkelen op zijn eigen vakgebied. En daarin haal je uiteindelijk gewoon het maximale eruit voor je klant, maar ook voor de medewerkers. Ja, hoe ziet de toekomst van de zeevracht eruit? Ja, zeevracht blijft natuurlijk altijd bestaan. Maar je ziet natuurlijk wel dat de markt zich echt razendsnel verandert. Hè? Door middel van innovatie wordt de hele keten transparanter. En daar zal je als logistiek dienstverlener ook in mee moeten. Ja, dus je zult je processen op orde moeten hebben. Je zult innovatieve systemen moeten hebben. En dan in combinatie met de kennis en de kwaliteit van de beste medewerkers. Ja, dan heb je gewoon een hele goede combinatie.